Wij beste vrienden, Paramaribo Grootsmet en Grand Biggie Brassa. Straight from the heart, puur natuur, we devon rustig. Nu met next chari edegwe, want if you durf met next chari edegwe, in lassie. Naast mij, Edgar Sampi. Parlementariër, lid van DNA voor de ABOP. Edgar, man, leuke man toch? Ja toch? Hij viel ons op een jaar geleden, omdat hij een geweldige, grappige fout maakte in DNA tijdens een speech. Nu is speech niet de sterkste kant van Edgar Sampi, maar dat geeft niet. Als je je goed voorbereidt, zeker wanneer het wat lastige woorden betreft, dan is er niks aan de hand. Maar dat had Sampi niet gedaan. Dat had Edgar Sampi niet gedaan. Dus hij kreeg dat stuk en hij begon te lezen en wij lezen voor u precies de manier waarop hij het heeft gedaan. Dat woord was Marisousje. En uit de zaal werd geroepen, Marisousje! Met een smile pakte Sampi het weer op onze Edgar. Marisousje. Onze vrienden, dit heeft ons een weekend bezig gehouden. Man, we hebben gegeten, gedronken en gelachen. En Sampi is een feit. Maar intussen is Edgar Sampi natuurlijk wel gegroeid, hè? Dat merk je aan de dingen die hij zegt, de manier waarop hij bezig is. En hij heeft waarschijnlijk ook geleerd dat je je moet voorbereiden op een speech. Natuurlijk, je kan niet zomaar gaan staan en bla 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 bla. Dat kreeg je maar zo, zo ja. Dus, maar goed. Edgar is ook opgevallen, omdat hij een van de... hij was samen met mijn vriend Obed Knepé, ja, fractieleider van de ABOP, degene die twee percelen tot zich had genomen in het Sabaku-project. Als u het vergeten bent, geeft niet, want er wordt elke dag wel een perceel gestolen. Maar de virus te kennen. Deze jongens hebben we natuurlijk niet gestolen. Maar dat mag je niet zeggen. Ook al is het zo. Het is toegeëigend. Maar goed. Sampi ging verder. En ik dacht, vorige week maakte hij een verschrikkelijke opmerking. En dat betrof de wapenvergunningen die worden uitgereikt, normaal gesproken, via het ministerie van Justitie. Maar, zegt Edgar, dat gebeurt niet meer. En als de minister zich daarmee wil bemoeien, dan krijgt hij een berisping van onze president. Nou, hoe gaat dat dan? Nou, het gaat zo. De president heeft een commissie benoemd die daarover gaat. Ondertussen heeft onze president allerlei commissies benoemd en allerlei dingen naar zich toegetrokken. Dat is een teken dat hij totaal geen vertrouwen heeft in datgene wat er buiten gebeurt. Ik kan me dat voorstellen. En dat zeg ik duidelijk, ik kan me dat voorstellen. Maar dat heeft geweldige lastige consequenties hoor. Sampi zegt namelijk, de president en die commissie toch, die geeft vrijwel alleen
mijn woorden. Wapenvergunning aan de mensen die op hem lijken. Beste vrienden, luister goed naar die zinnen. Mensen die op hem lijken. Dat is dus letterlijk wat Sampi heeft gezegd. Wat Sampi bedoelt, is de president geeft, zoals hij zelf het woord in zijn mond heeft genomen, de president geeft coulis wapens. Mag je dat wel zeggen? Beste vrienden, je mag het zeggen. Ook al zeggen ze in Nederland tegen je, je mag het niet zeggen. Toen die Nederlanders, die Indiërs hier naartoe halen, kwamen die Indiërs aan in het koeliedepot. Ja. Daar is toch niks mee? Wij slaven hadden niet eens een depot. We kwamen uit een inbeden van een schip. We werkten ons kapot. We stierven door ziekte. Leuke vrouwen werden door die kapiteins en der geneukt. En voor de rest hadden ze geen ene reet te vertellen. Als je een beetje ziek was en half dood, werd je voor de vissen gegooid. Zodat je sneller weg kon worden. Men was bang voor al die rommel die zich daar kon opstapelen in zo'n onderbuik van het schip. En onze Hindoestaanse broeders die kwamen aan in het koeliedepot. Vandaag beschouwt men het als een belediging als je zegt koelie. Maar ik beschouw het toch niet als een belediging als men zegt blaga. En mij heeft het zelf anders gemaakt. Mij heeft gezegd kafri. Maar nou ja, als je kafri een paar keer achter elkaar zegt, weet niet of je dat weet, dan krijg je Afrika. Probeer het maar. Afrika, fri, kafri, kafri. Kafri. Je hebt gewoon gezegd Afrika. En als je dat achter elkaar zegt, kafri, 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 heb je die kafri. Dan waarom zijn jullie nou in de problemen met de koelie? Waarom moeten we allerlei andere namen verzinnen voor een koelie? Beste vrienden, luister nou. En het robi mee zo kwera. Ja? Wat? Ik hou van alle mensen. Echt waar. En speciaal mijn Hindustaanse vrienden. Ieder zat toch mee aan. Nee, ze heeft me niet verlaten. Ze is er nog steeds. Dus ontdekken rustig. Edgar heeft in zijn ja, quasi onnozelheid een balletje geschopt. En dat balletje is geschopt, ik zeg in zijn onnozelheid, sorry hè, maar het balletje is geschopt omdat in Suriname op dit ogenblik mensen niet willen toegeven dat er een enorme spanning is in de samenleving. En iedereen probeert er omheen te gaan. We moeten je wat zijn. Amor op betere. I open. Dat we het allemaal zien en het erkennen en het herkennen. Dan kunnen we samen er iets aan doen. Maar wij hebben niks aan een president die ons vertelt. De volgende verkiezing moet het afgelopen zijn met dat koelie en plakkaman ding. Dat betekent dat de president erkent dat er op dit ogenblik sprake is van een koelie en plakkaman ding in Suriname. Deze man is levensgevaarlijk. Hier de president gaat op reis omdat hij weet
dat het allemaal zeker is. Allemaal zitten, Tori. Weet je wel? En de noodtoestand wordt gebruikt als een enorme knuppel. Die gasten durven kont niet te keren wanneer je weg bent, president. Want een knuppel toch. Door, dat ga je zien. We roepen de noodtoestand uit. En dan blijf ik zitten waar ik zit. En de verkiezingen, daar kun je voorlopig naar fluiten. Beste vrienden, volgens mij kan ik niet meer fluiten. Wie kan fluiten moeten doen? Hey, hoe daarvoor rustig, Jara. Parlemari de groeten. Wees hier rustig en blijf nadenken. Nu ik denk jij in de go, want daar is men constant mee bezig. Kijk en zie de realiteit. Benoem het. En ga niet mee in de ellende. Maar weet dat wij broeders en zusters van elkaar zijn. Ik heb al een familie. Uit de hele wereld. In mijn hart opgesloten. Letterlijk en figuurlijk. Ja man. Want wat zouden wij zijn zonder mensen? Moet je voor rustig, ja. Paramaribo groet. Hehehehe.